In de verlenging mag Binnenland uitnemen vanaf de achterlijn. Bal komt dan in handen van Zera Bukken. Zij weet vanaf de achterlijn met een jumpshot haar team op voorsprong te brengen. 68-67 op dat moment in het voordeel van de Rotterdamse ploeg. Molly McDowell naar Fieke Lichthart. Paas op Sharon Belt, terug bij Fieke. En via het bord maakt Fieke 68-69. En dat betekent dat Lone Lions weer op voorsprong komt. Binnenlander weer, Zera Butter. Vanaf de driepuntslijn zet zij Binnenland op 71-69. Onmiddellijk een time-out van coach Lucky Lakten op dat moment. Het begint erom te spannen. Lions dan weer in aanval met Molly McDowell. Paas naar Belinda Bos. Gaat naar de basket, maar wordt nogal duidelijk aan de kant gezet. Belinda op de vrije worplijn. Eerste poging is raak. Brengt de Lions op 1 punt achterstand. Tweede poging rolt van de ring. Rebound in handen van Lisa van den Adel. Zera Butter dan weer. Zij doet in de verlenging het meeste werk voor Binnenland. Neemt veel verantwoordelijkheid. Misschien zelfs iets te veel. In dit geval verkeerde paas. Onderschepping door Fieke Lichthart. Molly McDowell, bal wordt rondgepaast bij de Lions. Sharon Belt, opnieuw Molly McDowell. Belinda Bos, Fieke Lichthart. En dat is nogal een stevige fout. Onsportief zelfs. Fieke scoort vanaf de vrije worplijn. Brengt Lone Lions langs Binnenland 71-71. Lions mogen dan uitnemen omdat het een onsportieve fout was. McDowell dan weer mag ongehinderd de bal opbrengen. Paas naar Fieke Lichthart. Fieke naar de basket. Mist, pakt eigen rebound. Hier op de voorgrond Bobaars, die de bal heel graag wil hebben. En hem dan ook krijgt van Fieke Lichthart. En dan ook feilloos en drie punten binnen gooit voor het Landmeerse team. En dat betekent de voorsprong van drie punten. 71-74 is het op dat moment. En dan is het de beurt aan coach Joost van Rangelrooy van Binnenland om een time-out te nemen. Op dat moment nog een kleine 34 seconden te spelen. Binnenland mag uitnemen op de helft van Lone Lions. Voor een laatste offensief. Zera Butter dan weer. Zij neemt hier een wat geforceerde drie punten die dan ook misgaat. Rebound in de handen van Sharon Belt. En de Lions mogen aanvallen. En dan is het tijd voor Binnenland om fouten te maken. Lisa van den Adel in dit geval op Molly McDowell. En normaal gesproken weet de aanvoerder van Lone Lions dan wel raad met dit soort kansen. En ook in dit geval benut Molly McDowell beide vrije worpen. Waardoor de voorsprong wordt vergroot tot 5 punten. 71-76 op dat moment. De situatie wordt dan penibel voor Binnenland. Hier schotpoging die wordt geblokt door Molly McDowell. En dan begint het er goed uit te zien voor de Lions. Opnieuw een fout van Binnenland met nog 4,8 seconden op de klok. McDowell mag dan weer naar de vrije worplijn. Mist in dit geval. Eigenlijk iets wat zelden voorkomt in dit soort situaties. Maar de voorsprong is groot genoeg. En de tweede poging van Molly McDowell gaat er feilloos in. Zera Butter brengt de bal dan nog een keer op. Er wordt een fout op haar gemaakt. Zo te zien door Sharon Belt. En dat betekent dat de ster van Rotterdam nog een keer naar de vrije worplijn mag. Zij benut beide vrije worpen, maar dat is slechts voor de statistiek. Want de wedstrijd is op dat moment voor Lintex Binnenland Rotterdam niet meer te winnen. Zijn er nog 0,6 seconden te spelen op dat moment. Dat betekent dat Molly McDowell nog één keer mag uitnemen. Bal gaat naar Belinda Bos. Paas naar Sharon Belt, maar op dat moment gaat de buzzer. En weten de Lions nu helemaal zeker dat zij deze wedstrijd hebben gewonnen. Dat betekent dat
ze na 3 wedstrijden nog steeds ongeslagen zijn in de Nederlandse Eredivisie. En op dit moment keurig op een bovenste plaats staan.